Helmond bouwt en groeit nog steeds. 188 woningen zijn er dit jaar al opgeleverd. En ruim 580 woningen zijn in aanbouw. Het merendeel zal ook nog dit jaar worden opgeleverd. En er is hard gewerkt. Zo zijn er al 188 woningen en appartementen opgeleverd. Maar het werk is nog niet klaar. We hebben nog meer ambities. Zo zijn er op dit moment 580 woningen in aanbouw. En het merendeel wordt nog dit jaar opgeleverd. En dat zijn mooie vooruitzichten richting de zomer. Het EDA Museum en het Draaiorgelmuseum verhuizen definitief naar het voormalige pand van Van Gendt en Loos aan de Binnenparallelweg. Inmiddels is met de eigenaar van het pand overeenstemming bereikt voor een periode van 10 jaar. Alle werkzaamheden zijn gericht op een feestelijke opening in het voorjaar van 2020. De kermis is alweer voorbij en de kasteeltuinconcerten zijn in volle gang. En aangezien wij Helmonds bekend staan om onze eigen mening, heeft de gemeente 2 online enquêtes aangemaakt. Ga naar www.helmond.nl/vragenlijst om uw mening te geven over deze 2 evenementen. En dan maakt u ook nog eens kans op een cadeaubon van 25 euro.